Theater Uniek heeft gisteren haar 35-jarig bestaan herdacht met een receptie. Een onderdeel van de receptie was een videopresentatie. Verder vertelde Stanley Ritveld, directeur-eigenaar van Uniek, over het begin en de ontwikkeling van het theater. Volgens Ritveld ging de opening niet van een leien dakje. Hij kon namelijk geen financiering van de bank krijgen vanwege de coup van 1980. Ritveld vertelt hoe hij met veel inspanning toch de financiering voor elkaar heeft weten te krijgen. Ik vond een brief van de Nationale Trust en Financieringsbank. En ze hebben toegezegd, oké, we kunnen je dus een lening geven op basis van je salaris die je verdient bij de IBM. Ik had toen gevraagd naar $50.000. Oké, daarvoor ook al was ik daar. En ik heb de mensen gezegd, ik heb $50.000 nodig. En ze geloofden het niet, want ik zei, ik ga een theater opzetten, een fully air-conditioned theater, voor $50.000. Ja. In de tijd spraken we alleen maar over Surinaamse guldens natuurlijk, maar dus, ik heb het alsmaar omgedraaid naar US-dollar. In US-dollar is het Surinaamse. Ja. Dus dat is het toen zo gebeurd. En ik heb dus toen een lening gehad van $45.000 onder de voorwaarden dat ik dus wel ergens anders iemand moest gaan zoeken voor de financiering van de inventaris en zo. De lening kreeg Ritveld na de opening die op 7 mei 1983 plaatsvond. Vanuit Canada kwam het nieuws dat IBM moest inkrimpen, waardoor aan Ritveld een voor hem gunstige afkoopregeling werd aangeboden. Dat kwam als donderslag bij heldere hemel, want ik wilde 3 maanden ervoor zelf ontslag aanvragen, zegt Ritveld. Schrok direct in de lucht. Ja. En ik heb dus toen 42 maanden salaris gehad van de IBM. En toen ik dat geld gekregen had, was het eerste wat ik deed naar de dokter Sofiren moest gaan, naar de Hakkeringbank, Nationale Trust. Ik zei, wat ben ik jullie schuldig? Alles neergeteld. En toen was het theater eigenlijk helemaal vrij. De afgelopen 35 jaar zijn de hoogtepunten voor mij 12,5 jaar dat ik dat gehaald heb. 25 jaar dat ik dat gehaald heb. En natuurlijk de hoogste punt is nu 35 jaar. Ik hoop dat ik een nog hoger jubileumjaar mag halen. Maar die zijn nog maar naar 40, maar ik zeg direct naar 50. Waarom niet? En wat was minder? Minder? Eigenlijk, ik kan niet zeggen wat minder is. Ik heb natuurlijk de economische situatie in het land. Maar ik denk dat je dus elke donkere periode moet je gebruiken als uitdaging. Tot zover Stanley Ritveld, directeur-eigenaar van Theater Uniek. Het theater herdacht gisteren haar 35-jarig bestaan met een receptie.